Hola, hoy te traigo otra receta de tapas. En esta ocasión yo creo que es la tapa más popular que tenemos aquí en España. It's a traditional Italian caprese that everyone will love. We gaan vandaag een makkelijke maaltijd bereiden, zo'n maaltijd die vrij snel klaar is. En we maken toch een klein reisje over de hele wereld. Nou ja, de hele wereld, de halve wereld. We gaan van Spanje naar Brazilië en van Brazilië naar Italië. En natuurlijk doen we alles een klein beetje op Hollandse wijze. We maken vandaag gefrituurde aardappelstukjes, geïnspireerd op de Spaanse patata brava, de picanha, oftewel vlees van het staartstuk, van een rund en een Italiaanse caprese. Nou, dat klinkt toch al lekker? Ik laat je zien hoe we dit maken. Om te beginnen heb ik eerst de aardappels geschild en in stukjes gesneden en die heb ik voorgebakken. En dan gaan we ze later, als de rest van het eten klaar is, eventjes afbakken. En dan is het, zoals je nu ziet eigenlijk, dan is het eigenlijk al vrij snel klaar. Maar eerst gaan we de rest van de maaltijd nog even doen. Het vlees, het staartstuk, de picanha, die gaan we grillen. Je kan het ook in de oven maken, maar ja... Als je het in de oven maakt, dan duurt het bijna een uur. En dat willen we nu vandaag niet, want we wouden een snelle maaltijd maken. Een paar minuutjes op de grillplaat en het vlees mag rosé blijven. Wel zo lekker. En dan maken we er een Italiaanse caprese bij. Met mozzarella kaas, tomaten, basilicum en wat balsamico en wat Italiaanse kruiden. En als je alles dan op één bord pakt, oh, om je vingers mee op te eten. Reisje om de wereld, snel klaar en zo fantastisch lekker. Ik zeg, we gaan naar tafel. Eet smakelijk!